Goedendag, hier weer de Cardano Week video. We beginnen deze week met een grafiek die eigenlijk wat zomme nieuws geeft over de Amerikaanse economie. Ik weet, alle economen zijn er enthousiast over. Men verwacht 2,4% economische groei. En een jaar geleden was dat nog maar 0,6%. Dus hosanna. Maar als we naar de wat vroege indicatoren kijken, dat is de zogenaamde Economic Surprise Index. Die geeft aan in hoeverre de economische cijfers die naar buiten komen mee of tegenvallen. Dan zien we dat die duidelijk aan het draaien zijn. Dat is het donkere lijntje. Ook in Europa en in China gaat het wat minder. Maar niet zoveel minder als we in de Verenigde Staten zien. En dan immigratie, een hekelpunt, zeker op politiek gebied. Maar het CBO, dat is zeg maar de organisatie in de Verenigde Staten die gaat en controleert hoe het gaat met de economie en hoe het gaat met de budgetten, die zegt dat dit eigenlijk wel heel erg goed nieuws is voor de Amerikaanse economie. Dat betekent dus dat er heel veel toevloed is van goedkope arbeid. En dat betekent dus dat daardoor de economie een stuk groeit in Nederland. Eigenlijk een effect wat je ook in Nederland ziet. Dat wil niet zeggen dat de kiezers er blij mee zijn. Maar dat is een heel ander verhaal. Dit gaat over de economie. En voor de economie is het goed. Dan de berg met geld die Buffett heeft. Vorig weekend was de vergadering van Buffett's Berkshire Hathaway... Nou, het was weer prachtig om de man in kwestie te zien. Bijna 94 jaar in augustus wordt hij 94. Uh, hij maakte ook nog even de verspreking dat hij dacht dat hij praten tegen zijn partner in crime Charlie Munger, maar die is vorig jaar overleden op 99-jarige leeftijd. Bijzonder dat je op die leeftijd nog zo'n bedrijf kan leiden. Maar belangrijk is: wat betekent dat voor ons beleggers? Als we gaan kijken. Maar liefst 189 miljard hebben ze nu op de bank staan. En dat levert 5% op. Mooi rendement. En hij zegt dat is een heel mooi rendement. En ik zie helemaal geen aantrekkelijke mogelijkheden om te beleggen in aandelen. Hij heeft dus ook bijvoorbeeld een flink stuk van zijn aandelen Apple verkocht. En uh, ik moet wel zeggen, de afgelopen 20 jaar doet hij het ook niet meer beter dan de index. En eigenlijk is dat toch nog wel een hele prestatie: dat je ongeveer gelijk blijft bij de index. Ondanks het feit dat je heel weinig techbedrijven eh, hebt. En alleen Apple dan. Um, maar persoonlijk ben je daarin wel onderwogen. En het feit dat je ook nog eens zoveel cash hebt. Wat als een soort sleepanker is. Want de beurs doet het nou eenmaal heel erg goed. Dat betekent dat de rest van de portefeuille het eigenlijk uitstekend doet. En dan het winstseizoen is zo goed als voorbij. Uh, we hebben natuurlijk de... Uh, magnificent 7, die doen het uitstekend. Deze index begint op 1 en uh, eindigt nu zo'n beetje op 1,2. Dus prachtige winsten die we daar hebben gezien voor het eerste kwartaal. Voor de overige 493, die hebben gewoon met de normale economie te maken. En dat draait al wat minder. Tenminste, in het afgelopen kwartaal was dat wat minder. Je ziet dat de winsten duidelijk naar beneden gingen. Ze hadden ook wel wat last van wat uh, lonen die nog uh, flink stegen en hoger waren dan de inflatie. Maar ook daar zien we in de laatste periodes van het eerste kwartaal of van het kwartaalcijferseizoen dat het wat omhoog lijkt te gaan. Dus dat het ergste voorbij is dan de agenda voor de komende week. we hebben de ZEW-index weer. dat is de verwachting van alle economen, strategen over de Duitse economie. altijd een mooie voorspellende indicator. en aan het eind van de week vol met Chinese cijfers. is de bodem bereikt of niet? we gaan het zien. dat was het weer voor deze week. bedankt voor het kijken en tot de volgende week.